Ik heb jullie net iets mogen vertellen over de verschillende soorten van employer branding. Nu mag ik de eerste met jullie gaan behandelen. Het EVP, ofwel de Employer Value Proposition. Het is je werkgevers belofte naar de hele markt, dus voor alle vacatures. Maar hoe maak je zo'n EVP nu eigenlijk? Het belangrijkste is, als je begint met daarover nadenken en over discussiëren en brainstormen, is dat je denkt door de bril en kijkt door de bril van je doelgroep en niet vanuit jezelf. Jouw doelgroep heeft namelijk een vraag als ze naar jou kijken als werkgever en dat is, what's in it for me? Dat is de enige vraag die je doelgroep heeft en die moet je altijd in gedachten meenemen voordat je aan de slag gaat. Nou, het maken van een EVP heeft een vaste formule. Je gaat het namelijk samen doen met je zittende garde. Dus met je huidig personeel ga je om tafel en ga je samen de ideale belofte maken voor jouzelf als aantrekkelijk werkgever. En het begint met iets heel simpels. Ben iets. Wie ben je dan als aantrekkelijk werkgever? Ben je de grootste? Ben je de beste? Ben je de leukste? Ben je de best betalende? Ben je de meest flexibele? Heb je de leukste muziek? Het mag van alles zijn. Het is jouw belofte. Alleen je moet wel iets heel duidelijk zijn. De tweede stap is dat je dat groot gaat maken en dat je dat ook in een zin gaat vangen die lekker bekt en die je goed kunt communiceren in je vacatures, op je social media, in je wervingscampagnes en alles wat er omheen hangt. En vervolgens moet je, als je een EVP hebt, dit altijd en overal consequent blijven communiceren. Dus niet één keer in de e-mail zetten of in je vacature tekst schrijven. Het is een verhaal wat je continu blijft herhalen naar je doelgroep. Want de hele wereld moet leren wie jij bent als aantrekkelijk werkgever. En alleen zo maak je een goed EVP. Wat is een EVP niet? Nou, de grootste valkuil van EVP's is dat ze te abstract zijn. Ik zie soms EVP's voorbij komen van werkgevers die een manifest uitrollen waar ze echt wereldproblematiek mee willen oplossen en polkappen niet meer willen laten smelten door hun missie als aantrekkelijk werkgever. Veel te abstract. Hou het gewoon bij jezelf. Wie ben jij als aantrekkelijk werkgever? Dus ga met alle respect niet wereldproblemen oplossen in één marketingzin. Wat je ook nog wel eens ooit ziet, is dat we 6 of 7 boodschappen in één zin hebben. We zijn de grootste, de leukste, de beste, de meest betalende. Dat kan ik allemaal niet onthouden als ik jouw sollicitant ben. Ik wil 1 reden horen waarom jij de meest aantrekkelijke werkgever voor mij bent. Het laatste, en dat is heel erg belangrijk, is je moet het wel waarmaken. Dus de belofte die je gaat maken naar je doelgroep, die mag ik toetsen als ik jouw sollicitant ben. Dus als ik bij jou in een sollicitatiegesprek zit, dan moet ik hem kunnen toetsen. Hey, beste werkgever, je vertelt dat je de allerleukste werkgever bent in horeca, vertel mij eens waarom is dat dan? Want er is een bekend Brabants gezegde, je moet vooral geen lippenstift op een varken smeren.